Vandaag zijn we te gast in Den Bosch bij de première van de musical Annie. En ik denk dat het een hele sentimentele middag gaat worden, want 15 jaar geleden mocht ik zelf het roodharige meisje spelen. Ik denk dat ik vandaag mijn zakdoekjes wel nodig heb. Het is een zwaar bestaan voor ons. Het is een zwaar bestaan voor ons. Nooit een grapje, steeds een klap. Nooit een kusje, steeds een klap. Het is een zwaar bestaan. Hoe is het om hier vandaag te staan? Ik vind het heerlijk om hier vandaag te zijn, want musical is me aan het hart gebakken. Ik heb hem 300 keer gespeeld en met heel veel plezier. Hoe voelt dat dan om nu in de zaal te zitten? Heel vreemd. Ik ben ook een beetje geëmotioneerd. Hoe was dat om met al die verschillende kinderen te spelen? Oh, enig. En er waren er wel eens dagen bij dat ik soms te doen had met die kleintjes, want ik moest ze altijd maar afbekken. En dan zeiden ze tegen mij, je was helemaal niet gemeen tegen mij vandaag. Nou, martelen, dat doe ik niet hoor. Maar ze vinden het enig, of steeds natuurlijk, hè. Maar ze vinden het net zo leuk als wij allemaal. En ik ben wel inderdaad heel gemeen, maar iedereen weet dat ik natuurlijk eigenlijk ontzettend lief en aardig ben, hè. Oh, oh, oh. Wat haat ik kinderen. Heb je het al gespeeld tijdens de try-out? Ja, ik heb ook al gespeeld. Ik heb nou volgens mij 2 keer in totaal gespeeld. Zo, en hoe was dat? Ja, echt heel gaaf. Het is echt een superleuke rol. En wilde die hond een beetje luisteren? Ja, ik heb een hondenkoekje in mijn zak. Heeft u de voorstelling ook al gezien toen hij bijvoorbeeld in 1997 met Nelly Vrijda was? Ja, ik vond dat toen al enig. En Nelly Vrijda is natuurlijk de gedroomde Miss Hannigan. Ja. Maar ja, we hebben nu ook 2 hele goede Miss Hannigans. Hè? Heb je er een beetje zin in? Heel erg. En wat is het de eerste keer dat jij je laat meevoeren door het verhaal van Annie? Of? Ja, voor mij. Ik heb zelfs de film nog niet eens gezien. Ja, ja. Ja, echt. Oh, Annie is de reden dat ik dit pak in ben gegaan. Kijk, dat bedoel ik. Ik heb vroeger de film heel vaak gezien, dus ik ben echt fan. En ik heb ook de vorige versie gezien. En nu heb ik er ook heel erg zin in Jenny en Tony en Raymond Kurvers. Vind ik hartstikke leuk. Ik weet nog van 7 jaar geleden dat ik dat een hele goede versie vond. Want ja, ik dacht dat, ach Annie, jezus. Dus dan laten we dat rode pruikje nog een keer uit de mottenballen halen. Maar ik vond het heel leuk. Dus ik denk dat het een hele leuke versie gaat worden. Ik heb in Titanic met kinderen gewerkt. En ik heb een aantal toneelproducties gedaan, ook met kinderen. En dat is altijd een feest. Het is altijd wel weer, omdat je natuurlijk in Nederland een systeem hebt dat kinderen niet heel vaak mogen spelen. Dat je steeds met wisselende kinderen werkt. En dat je steeds opnieuw moet repeteren. Dus dat is wel eens dat je denkt, oké, gaan we weer repeteren. Maar het werken met kinderen is gewoon geweldig. Het verhaal van Annie, dat is voor haar natuurlijk helemaal nieuw. Voor haar is het heel nieuw, maar we hebben de film gekeken en we hebben de liedjes geoefend, hè? Kan jij ook al wat liedjes zingen van Annie? Ja? Tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow. You're only a day. Is het een beetje wat je hoopte dat het zou zijn vandaag? Ja, zeker. Ja, beter zelfs. Het ging echt heel fijn en het publiek reageerde zo leuk, maar echt heel netjes ook. Weet je, niet over de top of zo, maar gewoon echt heel eerlijk enthousiast. Ik ben op premières in musicals, dat is heel raar, ben ik altijd een beetje mezelf niet. Dan denk ik dat ik heel rustig ben en dan ga ik denken van ik ga die hele show kijken. Dus dan begon ik te kijken naar de eerste scène van die kinderen en dan sta ik aan de zijkant zo. En toen ben ik naar beneden gegaan, want ik kwam pas 30 minuten na aanvang op. Ik dacht, ik moet niet naar kijken, want dan kom ik straks als een watje op. En terwijl ik een stoere man moet spelen, weet je wel. Hoe was het? Leuk. Ja? Ik ben opgelucht. We hebben best wel een zware try-out periode gehad. Veel gerepeteerd. We hebben natuurlijk 6 verschillende Annie's, 2 verschillende Hannigans. En nu is het vandaag eindelijk gebeurd en ik ben echt super blij. Ik wil geen dag meer zonder jou. Mijn leven was saai. Maar is dat niet langer? Nu is het een lied met mij als de zanger. De hele dag zing je op da-doep-da-doep-da. Ja, maar ik da-doep-da-doep-da voor jou. Heb je er een beetje van genoten? Heel erg, ik vond het heel erg leuk. Ja. En wat vond je het spannendst van de hele avond, middag? Het begin. gewoon. Dan lig je in bed en dan hoor je muziek en dan is echt, dat is heel spannend. Ja. En heb je een beetje kunnen slapen vannacht? Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik was nog heel erg moe van vrijdag, want vrijdag had ik ook een opvoering. Zou je dit elke dag wel willen doen? Ja, ik vind het heel erg leuk. Deze rol, dat moet natuurlijk echt de ultieme droom zijn, want hier kun je echt alle facetten natuurlijk in kwijt, hè? Ja, het is fijn om te doen. Ja? Het is ontzettend leuk om zo'n over de topwijf te doen. Die eeuwig dronken is, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Iedere keer een klein slokje om bij te tanken. Om er in de bepaalde staat te blijven. En bitter, bitter, bitter. Ja, fijn. Annie? Nee, die wil u niet. Nee. Soms zie ik zo'n dame met centen. Stikt van de juwelen te terug. Was je al bekend met een andere versie van Annie? Had je het al eerder allebei gezien. De twee Nederlandse versies allemaal gezien. Ik heb pas nog een film gekocht en gezien, de musicalfilm. Ja, toch een beetje rondom je heen kijken. Ja. In het begin is het natuurlijk heel erg zoeken, omdat ik me eigenlijk in eerste instantie natuurlijk ook wil vasthouden aan wat het in de vorige Annie of in de film inderdaad. Maar toch dacht ik, ja, ik moet het toch met mijn lijf en mijn stem gaan doen. Jij staan tussen al dat meidengrut? Nou, dat is niet zo makkelijk, dat is niet zo moeilijk. Gewoon je kop kaal scheren, je wenkbrauwen goed strepen, krijgen ze wel klein. Stik in het meidengrut. Ik haat kinderen. Elke keer een andere meidenploeg, is dat... Ja, maar die zijn zo gedrild en zo goed en ze zijn met elkaar zo leuk. En nee, dat heeft nooit een probleem opgeleverd, nooit. Hoe is dat nou om elke keer een andere kleine Annie onder je hoede te hebben? Oh, het is zo fijn. Ja, het is zo leuk. Want ze brengen echt allemaal iets anders mee. Traag en eenzaam, staan op lief en kijk, gelijk vooruit. Wat vond je van de voorstelling? Oh, ik vond het zo leuk. Ik heb volgens mij bij de eerste noot die Annie zong, was ik al aan het huilen. Dus ik dacht van, nou, mijn wimpers liggen weer ergens op mijn knieën. Maar het is zo schattig en het verhaal is lief. En ik had alleen maar de film gezien. Ik had nog nooit de voorstelling gezien. Oh, nee, jij hebt natuurlijk... Ja, maakt niet uit. Wat een perfecte show, kan je bijna zeggen. En wat hebben we toch een mooi talent in Nederland. Ik vond het geweldig. Ik heb ontzettend genoten. Ik heb gelachen. Ik heb echt ook een traan weggepinkt. Ja. En het is helemaal zoals die moet zijn. Annie. Ja. Top. En was er nou echt iets wezenlijks veranderd? Of? Ja, weet je, het zijn sowieso andere mensen. En een regie is anders en decors zijn anders. En dus het blijft altijd nieuw. Maar het is ook iets heel vertrouwd. Ik wil graag even weten wat je ervan vond. Ja, ik vond het fantastisch gaan vandaag. Ik was heel blij. Het is heel raar om je eigen tekst terug te zien na 7 jaar. En we hebben wel een paar dingetjes veranderd. En het is wat sneller. Maar ik ben er echt ontzettend blij mee. Ach, de charmante Boylan Sisters. Dus magistraat, dus diplomaat. Al heeft u gezag, nog graag je toedraag. Van haar veel pak, maar ook een lach. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik had natuurlijk nog niks gezien van Annie. Annie kent mij niet, ik ken Annie ook niet. Ik vond het echt hartstikke leuk. Zat er voor jou nog een hoogtepunt in de voorstelling? Ja, Jenny Arean, toch. Alles wat die vrouw deed, vond ik fantastisch. Haar timing, haar zang, haar spraak, alles was gewoon goed. Dus ik vind haar echt de ster van deze voorstelling. Het was weer een heerlijke middag hier in Den Bosch. Een middag vol weemoed en zakdoekjes. Het was gewoon heel erg prachtig. En het bracht me terug naar een tijd van 15 jaar geleden. Maar het blijft een verhaal van alle tijden. Annie.